We hadden deze hele blunder met één vinger kunnen voorkomen. Zo. Hey, ik ben Ron Simpson van de Avocado Show en ongeveer 3 jaar geleden begon dit te gekke avontuur met allerlei successen en allerlei superleuke dingen viral gaan, maar ook een gigantische blooper. Onze aankondiging, dat was te gek, dat ging online via Facebook en voordat we het wisten hadden we 212 miljoen views. Er werd over ons geschreven ongeveer in elk land ter wereld, in alle talen die je kunt verzinnen. En alles ging goed tot de dag dat we een telefoontje kregen en ik nam op en het was Google. En die zei, hey, ben jij van de Avocado Show? Ik zeg ja. En hij zegt, ben je ook van de avocadoshow.com? Toen dacht ik, ja. Wat dan? Hij zegt, gefeliciteerd. Ik zeg, nou, dankjewel. Ik zeg, maar met wat eigenlijk? Hij zegt, ja, je hebt 1,1 miljoen hits op je website. Ik zeg, oh, vet. Hij zegt, ja, volgende keer wel even je website online zetten. Eigenlijk ging er maar één heel klein dingetje mis. Alles ging goed, behalve het drukken op de Publish Now-knop. Je kunt beter wel gewoon iets doen en door blijven gaan zonder dat het perfect is, weet je wel. Dus de power of imperfection, dat werkt. Het is beter om gewoon een 8 te scoren en het wel te doen en de eerste te zijn of op tijd te zijn. En dan staat die foto maar scheef of klopt er net iets niet of zo. Niemand ziet dat, alleen jijzelf. En ik denk dat dat wel echt heel belangrijk is. Perfectionisme stopt te veel mensen.